Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Oh, dat is lief van jou. Goedemorgen. Het was een hele korte nacht. Oh ja. En dan hebben ze ook nog 1 uur gestolen vannacht. En dat is opnieuw nu zomertijd. En je hebt een uurtje minder. Dat was wel want wat minder. Ik dacht gisteravond nog van, ik kan nog steeds zoveel uur slapen. Maar morgen werd ik wakker, mijn wekker ging. En ik kijk op de klok. Ik dacht, oh nee, we zijn te laat, we zijn overslapen. Ja. We waren dus niet weer slaap. Het is dus gewoon dat de wekker die naast ons bed stond, ja, die verandert dus niet automatisch. Maar dat is een smartphone gelukkig wel. Dus ik keek op mijn smartphone van, ah, geruststelling. Maar hoe bedoel je dan over slapen? Het is niet later geworden, het is vroeger geworden. Oh ja, ik dacht dus dat je, nee, maar ik was zelf gedacht dat ik dat verkeerd. Amai, dat is eigenlijk een laat. Dus dan heb je niet over slapen. Niet over slapen, ik dacht het, nee, niet over slapen. Maar amai, ik ben veel te vroeg. Ja, dat was ik aan het denken. Toen keek ik mijn smartphone en dacht ik van ja, ik moet toch een beetje worden. Dan ben ik toch nog een half uur met blijven liggen. Ja. Een half uur gewoon liggen. Maar ik dacht, ik wil nog niet opstaan, ik wil nog niet. En toen ben ik er wel opgestaan. Dat is heel goed. Ja. Maar we hadden de klok wel verzet, hè? Ik bedoel, de wekker van je telefoon was wel mee verzet. Ja. Dat gaat automatisch gelukkig. Gelukkig maar, ja. Want anders waren we nu te laat. Hè? Ja, dus ja. Nu zijn we hier ook al een beetje aan het klaarmaken, want we hebben dus dadelijk ontbijters. En ja, die moeten we allemaal een beetje klaarzetten, zodat die mensen dus gaan hun eten hebben. Oeh. Ah. Oh. Wat ben je aan het doen? We zijn hier ook aan het aansteken. Om een gezellige, een stinkstok, romantische, ja, avond te maken. Ik vind dat je echt heerlijk ruikt. Het was een drukke dag, hè, vandaag. Echt best wel druk, ja. En nu is Jolien hier de boel hier een beetje aan het in de fik steken. Met heel veel kaarsjes. Gezelligheid heet dat. Ik had trouwens ook een memorabel moment toen. Oh. Jij hebt zo alle marshmallowtjes hier uit al bijna opgegeten. Maar er is hier dus nog steeds de hele lekkere macaron met daarop de naam Torben. Het kindje waar mijn tante en onkel zijn geworden. Kindje, het is nog geen kind. Het is nog een baby. Lekker. Mm-hmm. Snoep nog wat meer. Lekker, met marsepein in. Pa. We waren alle twee in slaap gevallen in een zetel. We waren televisie aan het kijken. We hebben heerlijk lekker gegeten. We waren televisie aan het kijken. En we zijn gewoon in slaap gevallen. Dus ik ben nu in slaap is klaar om dadelijk in mijn bedje te gaan. Maar we hadden jullie gisteren iets beloofd. En we gaan jullie vertellen naar waar wij morgen op vakantie gaan. Het is maar een hele korte, dichtbij vakantie. Maar het is wel een vakantie. We gaan drie nachtjes naar Duitsland. In de buurt van Koblenz. Koblenz is een hele mooie Duitse stad, vind ik zelf. Al het water. Oh. Oh my. Ik ben echt heel moe trouwens. Het is een Duitse stad aan het water. En het is echt er heel erg mooi. We zijn er ook al een keer geweest vorig jaar. Toen we onderweg waren naar Zwitserland, toen we een roadtrip aan het maken waren, zijn we daar eigenlijk als eerste gestopt, want toen zo gezellig. Ik had dus twee kerstmissen geleden van Jeno een cadeaubon gekregen van een reisagentschap. En dan mocht ik nu kiezen naar waar we daarmee gingen. En ik heb eigenlijk voor Koblenz gekozen, op hotel gaan in Koblenz. In Duitsland, omdat ik kijk er eigenlijk zelfs heel erg hard naar uit. Het is misschien een beetje vreemd om zo te zeggen, maar ik kijk er echt al best wel hard nog wel naar uit. Ik ben wel heel erg moe, dus ga ik eerst een beetje uitslapen voordat we morgen op weekend vertrekken. En dan kunnen we heel toffe tijd hebben, heel toffe dingetjes doen. Ik kijk er echt naar uit. Maar als je dit leuk vond, dus zeker als een duimpje omhoog, vind je niet te abonneren en heel veel toffe reactie achterlaten. Morgen! Bedankt om te kijken naar deze video en als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.